geweldig. Weet je wel, golftennissers en tennisters hebben niet zoveel kansen om in eigen land toernooien te spelen en punten te halen voor de wereldranglijst. Dus ja, het is geweldig als, als de toernooien in Nederland zijn. En natuurlijk helemaal als, dat, als het in Rotterdam is. Zo krijgen meiden die eigenlijk het hele jaar door reizen om, ja, om punten te halen voor die wereldranglijst. Krijgen zo een mooie kans om, om in Nederland te spelen. Daarmee drukken ze de kosten. Nou ja, je hebt het publiek een beetje achter je. Je kan lekker thuis slapen. Dus ja, het is gewoon heel een goede zaak voor het Nederlands tennis. En jij bent ambassadeur van het toernooi. Waarom ben je dat? Ja, weet je, het is in Rotterdam. Het gaat om, om professioneel tennis. En ja, dat zijn toch, toch wel twee zaken die onlosmakelijk verbonden zijn aan mezelf. Dus ja, toen Flip dat vroeg, ja, was dat voor mij ook wel eigenlijk een... Een no-brainer. Leuk gewoon om, om wat te maken te hebben met dit toernooi. Wat je noemt hem al Flip, betekent dat je een goede band met Flip van Beto hebt. Wat is jouw band met Victoria, de tennisclub? Nou ja, het is natuurlijk zo'n mooie club. En een club met veel allure, bestaat al lang. Ja, echt gewoon een gerenommeerde naam. En nou ja, het feit dat ze zich lenen om zo'n toernooi te organiseren, dat, dat zegt al genoeg. Dat zegt dat je niet alleen met recreatietennis bezig bent, maar ook met professioneel tennis en het opleiden van talenten. En dat is iets wat ik natuurlijk alleen maar een goede zaak kan vinden. En die talenten ga je misschien woensdag ook ontdekken, want woensdag is de Kids Day. Wat ga jij doen? Nou ja, ik ga me gewoon met kinderen bezighouden. Ik ga ze op allerlei manieren proberen te interesseren voor de tennissport. Dus dat zullen we natuurlijk op de baan doen met tennissen, maar ook misschien met wat kleine spelletjes, wat voetenwerkoefeningen. En door middel van enthousiasme gewoon proberen een goed gevoel op die kids over te brengen. Dat degene die tennissen blijven tennissen en dat als er een aantal zijn die nog niet tennissen, ja, dat ze misschien wel gaan tennissen. En wat voor spelletjes kunnen ze verwachten? Ja, van alles. Voetenwerk, oefeningetjes. Ook misschien zelfs een beetje voetbal. Is ook allemaal goed voor het voetenwerk. Ja, gewoon allemaal spelletjes om het gewoon zo enthousiast mogelijk te maken. Dus wat zou je tegen de kinderen zeggen? Nou ja, ik hoop dat alle kids gewoon morgen na school, als ze geen verjaardagsfeestjes of voetbaltrainingen hebben, dat ze lekker allemaal naar Victoria komen om een leuke tennismiddag te hebben. Perfect.